Mijn god, oh mijn god. Ik ben lekker slim. Ik was even bezig met de koffie net. Shippe toch terug, kijk naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Passen, zoals iedereen weet. Ik was even bezig op de computer om te editen. En, kaart gesproken, ik heb hem maar gevonden. Lag hier achter mij. Wauw. Dat is deze kaart. Ik denk dat voor de kijkers die deze op hebben gestuurd wel herkenbaar is. Wat staat erin? Kan ik voorlezen. Een jarige, geniet van deze dag en veel taart. Eet veel taart. Feest de hele dag lekker door. En dan een op naar 25. Ja, over 3 dagen al. Van je 3 grote fans. Ja. Hoe mooi is dat? Maar ja, ik ben benieuwd wat ik er vandaag allemaal binnen ga krijgen. Ik ben een computer trouwens opnieuw al opstarten. Waarom? Mijn geheugen is er vol van mijn laptop. Plus dat ik alles opnames van net even anders op het stickje heb gezet. Want die vind ik een leuk om te bewaren herinnering natuurlijk. Voor mezelf. En als ik denk, achter die gordijnen ga kijken, zit er iemand achter. Gaan we kijken wie het is. Dat is. Misschien horen jullie die. En dat is. Ganja. Hey. Boef. Hey. Kijk hem zitten dan. Geweldige beestjes het ook. Maar dan ga ik een rolgordijn omhoog doen. Die andere heb ik al gedaan. Dan kan je zitten gewoon zo vaak op deze bank. Wat leuning, hè? Je ziet jou vaak, hè? Hè? Dat vind je lekker, hè? Hè, boef? Maar ja, dan ga ik even zo meteen kijken of mijn computer weer ruimte heeft. Ik baal er wel, maar het zit niet anders op. En dan ga ik nog even lekker een bakkie maken. En dan, ja. Dan ga ik even kan jou koelen, hè? En lekker weer buiten, zonnetje schijnt. Ik ben benieuwd hoe warm het is buiten. Dus ga ik even kijken. Hij geeft nu 8 graden, het was 8 uur 41. Het is nu 9 uur verder. En het is nu 11 graden geeft hij aan. Oh, zo heerlijk. Gisteren was het ook al, zondag was het lekker, gisteren was het lekker. En wat ik al zei, de hele weekend, hele week wordt het warm weer. En ik was even vergeten om verder te praten, maar ik had met Rick over, dadelijk op mijn verjaardag precies gaat het regenen. Ik ben benieuwd naar, het zou wel iets zijn. Dus, maar dan gaan we nu even lekker bakje zetten en lekker muziekje luisteren, heerlijk is dat, via Spotify. Ik vind het, ik weet niet, dat vind ik veel fijner, want je kan je eigen muziek kiezen. Wat hebben jullie liever? Ik ben nou sinds de laatste tijd echt veel Spotify aan luisteren. Omdat je dan van keuze hebt van ja, die kan je luisteren, die kan je luisteren. Plus tegen praat tussendoor. Van soms vind ik het lekker, maar soms ook weer niet. Maar ja, iedereen verschilt erin. Maar ik ga zo meteen even kijken of die weer ruimte over hebt. Het nummer is ongelooflijk mooi van dat ooit dat stuk TV nummer gemaakt, maar dit is een ongelooflijk mooi nummer. We zijn van gold, los, zwarte cross, drone en spinball, breng de hele tijd maar af. Wat je zegt, ben jezelf, en ze komt door de helft, en dit is niet te af. Jongen, wat voor een zonkenheid, zo wil je toch niet zijn, bouw je identiteit. Ongelooflijk mooi nummer is dat. Maar het is een ongelooflijk vet nummer. Gewoon, het is wel mooi. De twee hebben nog meer leuke nummers. En leuk dat ze zulke nummer hebben gemaakt, vind ik wel. Dikke shout-out naar Stuk 2 in ieder geval.
En zit ik lekker te editen, zat ik zo'n spelletje te spelen. Lekker op gemak. En dat is zo'n leuk spelletje. En dat heet Airport City. Dat was een ongelooflijk leuk spel. Niet reclame te maken, maar ik vind het gewoon wel grappig. Nu is het trouwens al 11 uur. Precies 11 uur is het nu. Maar ik ga zo meteen nog even wakker drinken. En lekker genieten van de muziek hier buiten. Oh, het is altijd heerlijk. Ik heb trouwens een hele leuke idee met het hele team net even anders. Met de kandidaten, heb ik echt een heel leuk idee. Twee dingen eigenlijk. En eentje weet ik niet meer, maar de tweede weet ik wel. Maar dat heb ik doen heel veel mensen nu de laatste tijd. Lijkt me dan de challenge dat ervan is. En Ganja zit hier ook lekker op een bankje. Lig jij lekker, jongen. Lig jij lekker. Hey. Hij maakt echt die doek helemaal vies. Helemaal kapot. Hey. Hey. Lig je lekker. Lig jij lekker. Lig jij lekker. Lig jij lekker. Hè? Dat doe je. Jij doet niks anders dan liggen ook, hè? Ik vraag me soms af, Ganja. S'avonds ben je druk, hé? En dan begin je maar gewoon. Wat doe je nou weer? Ah, oh, ik krijg wel kusjes van jou. Nou lief. Wat lief van je. Oh, ik krijg nog meer kusjes. Wat ben jij lief. Hé, hey. Je bent ook een lieverd ook, hè. Ik had het in de avond, wou ik lekker op bed liggen. Zag ik een filmpje voorbij komen. Van een vogel in ieder geval. Daar ging ik per ongeluk gewoon, daar ging die aan. Je had zijn kop moeten zien. Ik was alleen vergeten te vloggen. Ik had toen al vlog afgesloten. Ik dacht, ah, shit. Heb ik weer. Hè? Kan ja? Maar elke keer zit ik achter een computer. Of in ieder geval als ik rolgordijnen dicht doe. Hij gaat dan elke keer achter de rolgordijn. Hè, kan ja? Hallo? Contact? Ganja, contact. Ganja, contact. Ganja, ik wil contact met je. Moet je niet wegkijken? Wat kijk je boos? Hé, hey, Ganja, wat kijk je boos? Wat kijk je boos? Wat kijk je boos? Wat kijk jij boos? Hé. Hey. Wat kijk je boos? Ja, wat is er? Wat is er? Wat is er nou? Wat is er? Kijk je boos? Kijk, ga eens lachen. Oh god. Hij ziet een touwtje. Nee, niet interessant. Hè? Is hij niet meer interessant? Hè? Oh. Hij weet niet wat hij wil. Oh, lekker veetje ben je ook, hè. Ziet hem zitten dan ook, hè. Helemaal achterin in de hoek. Lekker uitgestrekt op bank. Ja, jij zit of hier, Ganja, of je zit op die stoel. Je weet ook niet wat je wilt, hè? Maar enig wat je doet is liggen. Lekker tukken. Oh, kon ik dan maar doen. Gewoon lekker liggen, lekker niks doen. Ja, maar ik ben het type die lui uit is. Maar wat wel het leukste is, dan kan je, als Ganja zou zijn, zou ik lekker op de vensterbank zitten, wat hij ook vaak doet.
En dan lekker buiten gluren. Over naar iedereen in gaten houden. Hé, hey, Gaia? Dat doe je vaak, hè? Mensen in de gaten houden, hè? Snap ik wel. Je houdt mij al goed in overzicht. Oh, lekker ventje ben je ook. Maar ja, ik ga nu maar even... lekker van de zon genieten. Laten we dat even lekker heerlijk doen. Heerlijk zonnetje schijnt. Daar geniet ik van. Mijn god, oh mijn god. Ik ben lekker slim. Ik was even bezig met de koffie neer te zetten. En... mijn telefoon viel bijna uit mijn handen. En toen ging er wat mis. En wat er mis ging, dat is dit. Ja, koffie op de grond. Want door mijn reactievermogen wou ik meer mogelijk mijn telefoon pakken. Maar toen viel het over mijn handen en op de grond. Oh, zo, dat te even zeer. Die heb ik wel gevoeld. Ga ik eerst even een kopje thee, koffie neerzetten. Maar echt zo, dit is echt zo onhandig voor mij. Heb ik gewoon weer. Laat ik koffie over mijn handen vallen. Ik had zo'n reactievermogen en door dat reactievermogen, ja, ging het op de grond. Maar ja, even het doekje pakken. En dan ga ik het even opruimen. Oh. Heb ik weer gewoon. Laten we het even opruimen. Oh. Heb ik weer gewoon. Gelukkig kan je nog altijd opruimen. Dat scheelt. Maar ja, ik wou even voor een lekker gerust op een gemakkelijke koffie erin. Koffie zetten en gebeurde dat. Zo handig. Oh, zit daar ook nog. Is je ook van de telefoon gevallen? Film ziet. Maar gelukkig valt het mee. En ja, alleen niet op mijn telefoon. Dat vind ik het belangrijkste. Zo, even jas aantrekken. Klaar om te werken. Moet ook gebeuren. Oh. Het is heel prachtig weer en dan moet ik nog werken ook nog. Liefste zou ik eigenlijk lekker korte broek, lekker korte shirt aan en lekker voor het raam hangen. Maar dat kan niet helaas. Nu moet ik werken. Moet ook gebeuren. Maar ik zat te kijken om mijn werk. Want aanstaande maandag hoef ik niet te werken. Dan heb ik een dagje vrij. Dus verzin even iets leuks in de reactie. Dan ga ik iets leuks verzinnen. En ik weet wel iets leuks. Daar kom ik nog op terug. Maar dan gaan we nu even de richting werk. Let's go. En toen was ik klaar met werken. En nu ga ik lekker richting huis. Ga ik lekker eten maken. Lekker spaghetti met tagliatelle. Ik heb al eten gehad. Dat is lekker varkensvlees. Cordon bleu met ham en kaas. Dat is heel... voor mij heel lang geleden dat ik gegeten heb. Dus dat kan ik nu beseffen nu. En het is zo warm. Ik heb net al zitten kijken. Het is gewoon nu 19 graden. Hoe lekker is dat? Ik heb zelf mijn jas om mijn middel. Zoals jullie kunnen zien misschien. En dat is gewoon zo heerlijk. En ja, geniet ervan. Ik ga denken als ik thuis ben, ga ik nog een lekker raampje opengooien natuurlijk. Ook lekker. En dan ga ik lekker genieten van deze zonnetje. Totdat het er nog is. Oh, heerlijk. 19 graden gewoon. Ik besef het nog niet. Maar ik heb nou meer vermoeden dat dit jaar waarschijnlijk ook weer 40 gaat halen. De temperatuur. Zoals jaar terug. Ongelooflijk warm. Ik weet nog toen ook Merlijn. Toen ik met Merlijn ging vloggen. Was ook ongeveer. Toen was het als goed, hè. Ik weet het nog. Ik kijk af en toe die vlog terug. Ja, ik kijk nog steeds het programma van net even anders achter de schermen nog terug. Toen ik gevlogd heb, kijk ik nog steeds terug. En weet ik nog dat ik zei dat het 24 graden is. En dat scheelt nu niks met een jaar terug. Een paar maanden later was het toen. Van nu, dat was in juli. Of juni. Ja, juli. Want juli, ja, zijn we begonnen. En ja, oh, dat was ook warm hoor. Niet normaal. Nu maar lekker richting huis toe. Ga ik lekker spinazie eten met tagliatelle. Met cordon bleu.
Dus laten we snel maar even eten koken. Nu ben ik al lekker aan het eten koken. En ik heb echt van een shirt aangedaan, want ik had echt bunhout. Spinazie met tagliatelle. Desperot erop. En dan wachten, want ik maar heb mijn vlees gelaten. Ik had ook nog vlees gehaald. Waar is mijn vlees? Waar? Oh, daar. Dat is hier zo. Wauw. Dus ga ik dadelijk even lekker eten. Kan jij eten? En nu maar ben ik even dingetjes net gaan doen op de computer. Eten opgezet. En nu dadelijk eten. Ik heb nu al trek in. Lekker muziekje aan. Raampje open, wat ik ook al heb gedaan. Dat is toch prachtig. En wat ik dan altijd doe, is dan ga ik hier zitten. En dan ga ik lekker uit het raam met mijn handen uit het raam. En lekker genieten en lekker naar het zonnetje kijken. En lekker buiten genieten. Dit is toch lekker. Hier geniet je toch van. Ik wel in ieder geval. Ik hoop dat jullie ook van genieten. Mij maakt dit trouwens helemaal goed. Maar het liefste zou ik nog iets helemaal een balkonnetje willen hebben. En dan lekker op een balkon zitten. Voor mij hoeft tuin niet per se. Het zou ik wel lekker vinden eigenlijk, een tuin. Ik had het net met mijn collega's over. En tuin lijkt me ook wel lekker. En dan kun je lekker in je tuin knoeien. Lekker onkruid kwieden, plantjes erin stoppen, noem allemaal op. Dat is zo nu lekker wat je kan doen. Ik geniet hiervan in ieder geval. Heerlijk lekker uit het raam. En dan kiekeboe. Oké, hier zit een paal tussen natuurlijk. Vandaar, moet ik helemaal zo doen. Maar ja, heerlijk lekker op de vensterbank, lekker uit het raam. Heerlijk. Ik vraag of mensen als ik iets nooit zie praten, of ze me horen. Zo grappig zijn, anders zou ik wel. Ik vind dat wel awkward. Dan zit je te vloggen hier, zit ik hier te vloggen. En dan doordat ik het nu raam heb open heb laten staan, dat mensen zo naar me zitten kijken. Wat is hij weer aan het doen? Maar ja, ik moet er ook proberen scheid aan te hebben. En dat heb ik wel geprobeerd. Ik hou niet wel graag bekeken te worden eigenlijk. Dat is wel raar. En Ganja geniet, komt er ook even bij. Hey Ganja. Ja, kom je even bij? Komt even gezellig bij je loeren. Boef. Die geniet er ook wel lekker van. Net als ik. Maar dan ga ik even weer verder met eten. Anders gaat het helemaal fout. Als ik niet op eten let, bijvoorbeeld ik dit hele tijd blijf doen, nou, dan weet ik zeker dat mijn eten aan gaat branden hoor. Laten we maar ook even kijken hoe het met de eten gaat. Want het is ook wel belangrijk. Ik ben wel benieuwd naar hoe het met eten staat. Spinazie gaat goed. Die is al picobello. Spinazie. Die is ook al picobello. Dan ga ik kijken naar tagliatelle. Ja, gaat ook wel lekker prima zo. Lekker tagliatelle, spinazie en lekker coral bleu. Jam. Heel eventjes nog laten staan. De tagliatelle is bijna klaar, spinazie bijna en ook de coral bleu. Maar ik wacht alleen nog even op de coral bleu en dan ga ik even lekker eten. En tussen de tijd ga ik naar YouTube kijken met dadelijk wacht op eten. En nu even dus snel YouTube kijken en als het eten klaar is. Eten en YouTube kijken. Ik ben net lekker klaar, een tijdje klaar met eten. En wat heb ik gelijk gedaan? Het is echt heel bizar. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is de afwas. In één keer. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik gelijk de afwas heb gedaan. En dat is wel iets bijzonders. Ik heb dat nooit gedaan. Wil jij of lijkt jou leuk om een filmpje te sturen dat ik jarig ben van een felicitatie? Stuur mij een filmpje via DM. Of via mijn mailadres, staat hier allemaal beneden in de beschrijving. Zoals mijn Instagram en mijn mailadres. Dus leek je het leuk? Check hem. Stuur me even een DM. En dan komt dat waarschijnlijk in de vlog. Ik sta dus zo voorstelbaar dat ik gewoon gelijk die afwas heb gedaan. Ik heb het nooit gedaan. Om na het eten gelijk afwas te doen. En echt tussen die tijd. We hebben even Sanne lekker gezellig gebeld. Eventjes. Kort en krachtig. Maar dat was
Maar wat ik dan heel vaak heb, ik vind het zelf echt irritant. Ben ik met Sanne aan het bellen of met iemand aan het bellen? Laten we zo zeggen, als ik heel lang aan het bellen ben, ineens zegt die verbinding verbroken. En dan denk ik van, hoe dan? Waarom? Dan denk ik van, oh nee jongens, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Ja, ik denk dat die, degene die me gaat bellen dan echt irritant vindt. Ik vind het zelf ook irritant aan het worden, nu laatste tijd. Maar ik kan er niks aan doen. Waarschijnlijk dat aan mijn wifi ligt. Son had wel uitgelegd aan mij. Van als je dat en dat doet. En naar je huis loopt. Kijken of je internet het doet. Bij mij gaat dat niet lukken. En ik moet eigenlijk nog deze was spruimen. Dan ga ik het heel erg snel doen. En dan ga ik ook nog klaarmaken om lekker richting bed te doen. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. En toen was de rek opgeruimd. Sta netjes. Kan ik hem inklappen. Dat is wel fijn. Oké. Dan kan ik lekker dadelijk rustig op gemak. Lekker ook mijn bedje in. Want het moet ook gebeuren. Morgen weer een dag natuurlijk. Het is al bijna 12 uur. Dus ik ga nu al redelijk lekker in mijn bedje liggen. En lekker slapen. En ga ik hierbij vlog afsluiten. Dus wat ik wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zoals het super, super tof zijn als je beneden abonneert en een leuke reactie achterlaat. En dan zeg ik alvast veel kijkers een groene heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters! Ik vergeet zo vaak de USB-stickie. USB geheugenkaart in mijn camera, want ik zet dan op de computer en dan vergeet ik wel eens dat die in mijn camera wordt. Ja, dat is heel erg slim, maar